Alexander Pechtold op bezoek in Xenia. Woningbrand met fatale afloop in Leiden-dorp. En RMO koopt het oudste farao-beeld ter wereld. Welkom bij het Unity TV nieuws van vrijdag 12 september. In een woning aan de Lisdodde Kreek in Leiderdorp heeft donderdagnacht een kleine brand gewoed. De bewoner van het huis is bij de brand om het leven gekomen. De familie van het slachtoffer had de politie gebeld omdat ze geen contact kregen met hun familielid dat het pand alleen bewoonde. Toen de politie rond middernacht polshoogte kwam nemen, werd bij het pand rook geconstateerd. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. Agenten hebben de man naar buiten gehaald en geprobeerd te reanimeren, maar het mocht niet meer baten. De bewoner is waarschijnlijk in slaap gevallen met een sigaret tussen zijn vingers, aldus de brandweer. Rijkswaterstaat neemt mogelijk extra maatregelen in de nieuwe verdiepte tunnelbak van Rijksweg A4 bij Leiden-dorp. De afgelopen twee maanden hebben zich daar 6 ongevallen voor gedaan. De files zijn door de verbreding en verdieping van de weg grotendeels verdwenen, maar daar zijn ongevallen voor in de plaats gekomen. Het gaat om een tijdelijke situatie met versmalde rijstroken, waarbij het verkeer in beide richtingen gebruik maakt van dezelfde tunnelbak. Rijkswaterstaat houdt de verkeerssituatie de komende tijd scherp in de gaten en neemt indien nodig maatregelen. Sowieso wordt eind oktober de tweede tunnelbak in gebruik genomen. Dan worden ook alle rijstroken wat breder. Verwacht wordt dat dit voor een betere doorstroming van het verkeer zal zorgen. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft voor 150.000 euro 2 oud-Egyptische farao-beeldjes gekocht. Een van de 2 stukken is het oudste beeldje ter wereld met een farao-naam. Dit is een zittend figuur van farao Ninetjer, een van de eerste koningen van het oude Egypte, zo rond 2800 jaar voor Christus. Daarnaast kocht het museum een grafbeeldje van farao Taharqa van 700 jaar voor Christus. Taharqa was een van de zwarte farao's uit Soedan. De pronkstukken zijn tijdelijk te bewonderen in de centrale hal van het museum. En daarna krijgen ze een prominente plek op de Egyptische afdeling. Het museum is erg trots dat ze de 2 topstukken aan hun collectie hebben kunnen toevoegen. Het museum is ontzettend blij met deze 2 beeldjes. Want het zijn 2 beeldjes van farao's en die zijn heel erg zeldzaam. Ook in onze eigen collectie. En juist met deze 2 farao-beeldjes kunnen wij nu de verhalen over het oude Egypte op een fantastische manier aan onze bezoekers overbrengen. In Leiden is het eerste jongerenhospice van Nederland gevestigd, Xenia Hospice. Het is een veilige, huiselijke omgeving voor jonge mensen die intensieve medische zorg nodig hebben. Xenia is sinds april dit jaar open. Nou, het gaat goed met Xenia. We merken wel dat het nog heel rustig loopt. Wij bieden hier verschillende vormen van zorg. Dat is logeerzorg voor ernstige zieken die thuis verzorgd worden. Ziekenhuisverplaatste zorg en de laatste fase zorg. Xenia wordt gesteund door een grote groep donateurs en ambassadeurs. Een van die ambassadeurs is D66-leider Alexander Pechtold. Hij kan donderdag voor het eerst een kijkje nemen. Met welk gevoel loopt u hier binnen? Dubbel gevoel, want het is natuurlijk fantastisch dat er in Leiden, en dat is eigenlijk voor heel Nederland bedoeld, zo'n mooie gelegenheid is voor jongeren, die zich natuurlijk niet thuis voelen bij kleine kinderen en ook niet bij oude vandaag, een mogelijkheid is om, als je ernstig ziek bent, hier je rustmoment en ook je behandeling te vinden. Maar ja, het is mooi dat het er is, maar het is natuurlijk ook sneu dat er gebruik van gemaakt moet worden. Een van de jongeren die hiervan gebruik moet maken is Sander Tichler. Ook hij is ambassadeur van Xenia. Sinds de opening van het hospice is er een hoop voor hem veranderd. In zekere zin best wel. De laatste 4 chemokuren heb ik hier gekregen. En in het ziekenhuis is het toch vaak dat je tussen hele oude mensen ligt. En dan heb je toch een mindere band mee. En hier kun je gewoon rustig in je eentje op een kamer de chemokuur krijgen. U bent ambassadeur hiervan geworden. U zou vaker aanvragen krijgen om ergens ambassadeur van te worden die u niet allemaal kan inwilligen. Waarom wel bij dit project? Leiden, daar heb ik toch altijd nog steeds een zwak voor. Jongeren die bewust zijn. Het is toch een beetje een categorie die tussen de hele jonge kinderen en de oude mensen waarvan we verwachten. Je gaat op een gegeven moment ziek worden en je gaat dood. Het is toch een groep die zelfstandig wil zijn en dat kan hier. En juist die zelfstandigheid en de locatie waar ze verblijven zijn belangrijk voor de jongeren. Ja, zeker. Ja, het is hier best een rustige plek, maar als je hier
de poort uitloopt, dan kom je echt in een van de drukste straten van Leiden. En als je dan naar links gaat, dan zit je bij een kroeg en rechts een supermarkt en dan zit je eigenlijk al midden in de stad. En dat is, ja, dat maakt het voor ons wel prettig, want dus dan heb je nog het idee dat je midden in het leven staat en midden in de stad. Voor Xenia is het belangrijk dat dit verhaal bekend wordt bij de politiek. Want steun uit Den Haag kan het hospice goed gebruiken. Ja, zeker. Want zeker voor de logeerzorg die wij bieden, daar is nog heel weinig financiële hulp voor. Dus dat is echt belangrijk dat we bij de politiek gaan aankloppen. Want tot 18 jaar is die zorg prima in Nederland. En wordt daar ook extra geld aan besteed. Maar als je 18 jaar bent, dan heb je daar minder recht op. Dus daar willen wij ons hard voor maken voor die 18-plus groep. En dan nog het weer. Vandaag was een heldere dag. De zon scheen volop met hier en daar een wolkje, een bries uit het noorden bij een temperatuur van rond de 21 graden. Ingeborg de Best was duidelijk aan het nazomeren toen ze deze foto in Zoetewoude maakte. Vanavond neemt de bewolking licht toe en de temperatuur zakt naar 11 graden. En het blijft droog. Morgen begint de dag met wat bewolking die tegen de middag wegtrekt en ruimte maakt voor de zon. En de temperatuur zal zo rond de 22 graden liggen. En zondag is er ruimte voor de zon, maar de bewolking zal toenemen en die blijft de rest van de week hangen. En daarmee neemt ook de kans op een buitje toe en de gemiddelde temperatuur blijft liggen rond de 21 graden. En heb je zelf een mooie foto van het weer? Stuur hem dan op en wie weet zie jij je foto terug in onze uitzending. Mailen kan naar regionieuws@unityfm.nl en daar kun je trouwens ook al je nieuwstips kwijt. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Een maandagmiddag om 5 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je een heel fijn weekend.